Een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Zondagmorgen praten, we zijn er weer. Hoppakee. Ik klink enthousiast, maar ik ben het eigenlijk helemaal niet. Waarom? Om de dood eenvoudige reden dat ik zie dat mijn tempo achteruit gaat. Ja. Gedeeltelijk weet ik waaraan het ligt. Ik wil niet zeggen dat ik vorig jaar niet genoten heb. Ik geniet iets meer. Dat is eigenlijk net iets te veel. Ik ben gewoon niet goed bezig. Zo simpel is het gewoon. Het is gewoon een optelsom. Als je de dingen niet laat staan die je vorig jaar wel liet staan, ja, dan gaat het gewoon fout. Zo simpel is het. Het is overigens vroeg. Nu 7:30. Waarom? Ik ga zo meteen naar Juliana toe, omdat daar een rommelmarkt is. En dan ga ik een beetje rondlopen, een beetje security zo gezegd. Een beetje de boel in de gaten houden. En dat dus. Dus we gaan een dagje rondlopen. Nou, het wordt mooi weer. Een beetje bollig. Gelukkig niet heel erg heet. Vorig jaar was het best heet. Toen zag het er niet naar uit dat het heet zou zijn. Het was toch best heet. En dat dus. Een ander stukje, ik moet er gewoon weer aan werken, want het gaat weer de verkeerde kant op, zeg maar. Te veel feestjes. Dat moet natuurlijk ook wel. Maar vorig jaar op een feestje kon ik de nootjes en de chips kon ik wel redelijk goed laten staan. Nu heb ik er gewoon een beetje moeite mee. Nu pak ik toch gewoon de chipjes. Ik zeg ook niet, vorig jaar heb ik ook chips gepakt, maar dan pakte ik een paar chips en het was ook klaar. Toen kon ik er goed vanaf blijven. Nou, heb ik toch op een of andere manier van, het is toch wel lekker. Toch die, nog maar een keer een handje. Ja, weet je, en dat is gewoon fout. Dat is gewoon niet goed. Dat moet weer terug. Dat dus niet meer gaat willen. En zo zijn er meer van die dingen met eten. Als je friet eet, toch weer sausje erbij. Ja. Heeft je dochter... is naar de winkel geweest, boodschappen gedaan, maar neemt ze dat mee? Neemt ze een saté mee, een bakje saté. Ja, hé, dat is lekker. En dan wil ik toch een beetje van die saté hebben. En dat is dan, dat is eigenlijk niet goed. Maar goed. We zien het allemaal wel. We gaan vanaf komende week gaan we weer in de eerste twee weken voorbereiding voetballen met een aantal nieuwe jongens. Dat wordt ook weer leuk. Ook weer minder aandacht richting chips of anderlei drinken. Maar goed. We zullen het wel zien. We zijn dan weer bijna thuis. Dus ik kan er niet gaan fitnessen. Omdat ik zo meteen weg moet. Ik moet om 8:45 aanwezig zijn in Malden. Het is nu 7:30. Dus even douchen. Ik ben gaan twijfelen of dat ik wel of niet met de motor zou gaan. Qua weer is het een beetje, een klein beetje tricky. Zeker in de loop van de middag, want er zou vanmiddag eventueel regen kunnen vallen. Maar ja, aan de andere kant. Ik heb gisteren even een stukje gereden. Gisteren even wanneer naar Dukenburg gereden. En dat was ook wel leuk. Dus ja, ik twijfel nog een beetje over van wat ik er nou mee ga doen. Dus, nou, dat is een punt waar ik me dan nu even zorgen over kan maken. Ik ga nu in ieder geval even afsluiten. Ik zou zeggen, blauw duimpje omhoog. Zweetdruppeltje. Blauw duimpje omhoog, even abonneren op dit kanaal. Dan komt het helemaal goed. Dan zie ik jullie de volgende week weer terug. Hier op de Zondagmorgenpraat bij De Stofjes. Ik blijf het gewoon zeggen. Ik
Ik blijf gewoon doorgaan. Maakt niet uit. Ik vind het leuk. Ik doe het leuk. Ik doe het graag. Dus. Nogmaals. Blauwe duimpjes. 2 blauwe duimpjes omhoog. En even abonneren op dit kanaal. Dan zie ik je volgende week weer terug. Ik zeg. Tjoe.